DVS kwam op mijn pad en echt goede gesprekken gehad. Dus ik denk, ik ga ervoor. Voordat we een interview gaan doen met Olivier Pilon, de volgende nieuweling, moet ik nog eventjes een klein herstel doen. Dat is namelijk het aantal accounts, de leden van de DVS TV. Dat is niet 587 zoals ik zei, maar 884 en we gaan op naar de 1000. Het is echt ongelooflijk. Ja, Olivier, je staat al een beetje verbazend te kijken. Je hebt een elftal weekend achter de rug. Was het leuk? Ja, zeker. Superleuk om al die jongens te leren kennen. En echt wat naar elkaar toe te groeien. En zaterdagavond lekker gezellig met elkaar. En daarvoor een goede wedstrijd neergezet tegen de Treffers. Dus ja, zeker waardevol. Was het ook bedoeld als teambuilding? En waren er ook typisch van die teambuilding oefeningen bij, of niet? Dat niet zozeer. Maar wel gewoon het veel samen zijn met elkaar. Lekker gezellig een drankje doen. En daar zorgt de staf voor dat die momenten er veel zijn. En wat dat betreft was het echt een goed weekend, ja. Olivier, ik weet dat je in het onderwijs zit. Je bent gymnastiekleraar. En dat was een van de redenen dat je even iets later aansloot bij de groep. Ja, medewerking van DVS, hè? Ja, klopt. Ja, ze wouden vanaf het begin af aan meteen al meedenken. Want ja, ik had pas 14 juli pas echt vakantie. En de 16e starten we al. Dus ze zeiden van, we snappen heel goed dat je er even uit wil. Dus ik ben eventjes 2 weken langer weggebleven. En nu aangesloten is. Oké, nu we het toch over het onderwijs hebben. Van harte gefeliciteerd met de aanstelling hier als gymnastiekleraar op Groevebeek. Fantastisch. Ja, klopt. Ja, het is letterlijk hiernaast. En wat dat betreft heb ik er erg veel zin in om bij het Groevebeek aan de slag te gaan. De vacature die kwam vrij en wat balletjes opgegooid. Ook via de trainer en via wat andere DVS'en zoals u. En dus ik ben u heel erg dankbaar. En ook de andere mensen die voor mij een goed woordje hebben gedaan. Maar uiteindelijk zelf mocht ik op gesprek komen. En ze vonden dat ik de beste kandidaat was. Dus ik ga er volgend jaar lekker gymlessen geven. Hartstikke goed. Hey, en we hebben natuurlijk al een begininterview gedaan toen met de contractbesprekingen. Maar daar is ongetwijfeld het nodige van verwaterd. Dus ik vraag je nog even één keer. Waarom DVS? Nou, DVS is een club die echt stappen aan het maken is. Ik ken DVS al jaren. Ik heb vroeger met Putten vaak tegen DVS gespeeld. En toen speelden ze ook al heel verzorgd, gewoon goed en verzorgd voetbal. En heb ik besloten om niet bij Spakenburg te verlengen. En DVS kwam op mijn pad en echt goede gesprekken gehad. Dus ik denk, ik ga ervoor. En wat zijn jouw specifieke kwaliteiten? Wat kun jij toevoegen aan DVS? Nou, ik hoop doelpunten toe te voegen en veel dreiging voorin. En als dat lukt, dan ben ik tevreden. Ja, en dan ga je natuurlijk deze week even lekker aan de gang. En hopen dat je zaterdag de eerste minuutjes gaat maken tegen Jong PEC Zwolle. Ja, zeker. Dat is het idee. Ik ben aan het trainingsweekend erbij geweest. Maar omdat je natuurlijk met wel een klein conditionele achterstand start, nog geen minuten daar gemaakt. En nu lekker trainen deze komende week. En dan tegen PEC Zwolle ongetwijfeld een aantal minuten maken. Ja. We wensen je namens DVS TV en alle supporters ongelooflijk veel succes dit seizoen, Olivier. Hartelijk dank.